Hoe komt het dat je na een ongeluk, en dat kan ook een heel klein ongelukje zijn, heel vaak nog meer ongelukken of ongelukjes oploopt? Misschien herken je dat. Je stoot je hoofd en daarna stoot je nog heel vaak je hoofd precies op diezelfde plek. En dat heeft te maken met wat dat ongeluk of ongelukje doet met je zenuwstelsel. Als je bijvoorbeeld je hoofd stoot, stel je bent in een lage ruimte en je staat ineens op en je komt met je hoofd tegen het plafond aan. Dat is dan heel plotseling en je hebt het niet kunnen voorkomen. Je hebt er niets aan kunnen doen. Dus jouw zenuwstelsel registreert: ik kan die hit van dat raken van iets hards van bovenaf niet voorkomen. Bent niet in staat geweest om bijvoorbeeld je handen uit te strekken om dat tegen te houden of om je hoofd te buigen om het te voorkomen. En wat het zenuwstelsel doet met iets wat niet werkt, is vaak dat het als onbruikbare optie gedelete wordt. Als reactiemogelijkheid. Dat is ook om je te beschermen. Het zenuwstelsel registreert wat werkt wel en dat versterkt het, en wat werkt niet en dat delete het. Dat vlakt het uit. Dus als jij nog een keer dicht bij iets komt, bij dat plafond, dan zal je zenuwstelsel minder geneigd zijn om bijvoorbeeld je hoofd te buigen of om je armen uit te strekken om jou te beschermen tegen het raken van dat plafond. Wat je dan ziet is dat een deel van de aura om ons heen, die ons normaal beschermt, het bewustzijn van dat deel wat hier dan boven zit, in dit geval, is dan uitgeschakeld. Het kan ook bijvoorbeeld zijn met als je in de auto zit en je staat voor een stoplicht en ineens raakt een andere auto jou van achteren. Dat is heel plotseling, heel overweldigend. En daar heb je op dat moment niks aan kunnen doen. En dan kan het zijn dat de oriëntatiereactie naar wat van achter jou komt uitgeblokt is. Dat je geen of een verminderd bewustzijn hebt van iets van wat achter jou gebeurt. Zodat je vatbaarder wordt voor een plotselinge aanval van achter, van aan de achterkant. Of het kan zo zijn dat je juist overfocust raakt op de achterkant. Dus dat als je in de auto zit, je continu door de achteruitkijkspiegel aan het kijken bent of niks je nadert, waardoor je niet meer kijkt naar wat er voor je gebeurt en je vatbaarder wordt voor een ongeluk door iets wat je van de voorkant nadert. En wat belangrijk is bij de traumaheling, en traumaheling kan dus ook voor kleinere dingen, als het alsmaar stoten van je hoofd bijvoorbeeld, is om je in de eerste plaats weer opnieuw te gaan oriënteren, om
je oriëntatieimpuls weer te versterken. Het voorzichtig om je heen gaan kijken, in alle richtingen. En om weer contact te maken met de verdedigingsimpuls in jouw lichaam, hoe klein die ook is en hoe klein die ook was. Ook als je in de auto van achteren aangereden wordt en je gaat vertragen en je gaat terugvoelen op een gegeven moment in die traumahelingssessies naar het allereerste moment dat je voelde dat er iets niet klopte, dan ga je ook hele lichte impulsen in je lichaam voelen, van, waarbij je voelt van, oh, die beschermende beweging had ik willen maken. En op die manier kun je dingen die als het ware gedelete zijn uit je zenuwstelsel weer terug online brengen. En ik wil nu een kleine oefening met je doen, als je dat tenminste leuk vindt om te doen, om te voelen hoe subtiel je registratiesysteem van je lichaam werkt. En dan kun je rechtop op je stoel gaan zitten, het best een beetje een harde stoel, waarbij je je zitbotjes ook voelt. En je voelt je voeten stevig op de grond staan. En je handen hebben contact met je bovenbenen, dus je zit stevig. En dan ga je heel langzaam, fractie van een millimeter voor fractie van een millimeter, je kunt het beste doen met je ogen dicht, hel je wat naar links. En als je mij ziet op de video, dan is het naar rechts. Wat voor mij links is, is als jullie kijken, als jij kijkt, rechts. Dus je gaat heel langzaam en dan doe je dat net zo lang tot je voelt dat er het kleinste signaal komt van dat het te veel wordt. Dus dat je bijvoorbeeld je adem inhoudt of dat je tenen wat gaan verkrampen of dat er wat spanning komt in je rug of ergens anders in je lichaam. En dan ga je, veer je weer langzaam terug naar het midden. Dus je gaat heel langzaam naar links. Net zolang tot je het eerste signaal voelt wat het lichaam van binnenuit aangeeft van, oh, hier komt een verkramping, hier wordt het onveilig. En dan kom je weer terug naar het midden. En dan zorg je dat je wacht tot je ademhaling weer rustig is en je hartslag weer genormaliseerd is. En dan doe je dat naar de rechterkant. En dan kom je weer naar het midden. En in jouw eigen tempo kun je ook doen na deze video, of als je dit filmpje eventjes stilzet, doe je het ook naar voren en naar achteren. En dan registreer je de verschillen. Wat is het verschil tussen hoe ver je nog veilig naar links kunt gaan of veilig naar rechts? En als je bijvoorbeeld voelt van, oh, naar achter kan ik maar een heel klein stukje voordat ik ga aanspannen of mijn adem ingehouden. Dan kan het zijn, als je in je herinnering teruggaat, dat je bijvoorbeeld een val hebt gemaakt naar achter. Of dat je van achteren bent aangevallen, bijvoorbeeld. En voordat je weer opstaat na dit filmpje, kijk dan ook of je nog eventjes rustig rechtop kunt blijven zitten tot je hartslag en je ademhaling weer genormaliseerd zijn. Daarnaast is het ook zo vanuit het perspectief van familieopstellingen dat het steeds maar krijgen van een ongeluk ook
een verstrikking kan betekenen binnen het familiesysteem. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je geïdentificeerd bent met iemand uit je familiesysteem die een ongeluk heeft gehad, of iemand die dood wilde gaan. Er kunnen heel veel dingen zijn die jij draagt van een ander, onbewust en uit liefde, waardoor je die andere persoon onbewust alsnog zichtbaar wil maken. Als je worstelt met de gevolgen van een ongeluk of een val, of als je steeds maar ongelukken of ongelukjes krijgt, dan ben je van harte welkom bij mij, ofwel voor een traumaconsult, ofwel voor een familieopstelling. En het kan ook beide, als je het wil bekijken van en vanuit het perspectief van je zenuwstelsel met een traumaconsult en vanuit het perspectief van familieopstellingen waarbij je in een groter verband kijkt naar wat je draagt voor een ander. En gaat kijken naar hoe je dat los kunt laten of hoe je daar inzicht in kunt krijgen of een helende beweging in kunt maken. De link naar deze dingen die aansluiten bij dit filmpje vind je in de beschrijving onder dit filmpje.